video gaan we u uitleggen wat Portal4You voor u kan betekenen. Het delen van informatie wordt steeds belangrijker en het delen van informatie via het internet is relatief goedkoop en bespaart in veel gevallen tijd en geld. Een groot gedeelte van deze informatie zit opgeslagen in uw interne systemen, zoals uw ERP, Project of HRM-systeem. En toch zouden we juist deze informatie willen delen met onze klanten of medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan een klantenportal waar uw klanten de lopende orders kunnen volgen of facturen kunnen downloaden of zelfs een nieuwe order kunnen indienen. Of denk aan een medewerkersportal waar iedere medewerker zijn urenstaat kan invoeren, zijn verlofdagen kan inzien of kosten kan declareren. Of wat dacht u van projectorganisaties die de voortgang van hun project beschikbaar willen stellen aan de opdrachtgevers? Kortom, de mogelijkheden met Portal4You zijn eindeloos. Ook u wilt dit waarschijnlijk heel graag. Het klinkt allemaal heel eenvoudig, maar toch lukt het maar niet om dit op een eenvoudige, snelle en automatische manier te realiseren. Er zijn een aantal zaken waar u tegenaan loopt en u belemmeren om deze portals daadwerkelijk te realiseren. In deze video leggen we uit wat we hiermee bedoelen en hoe we dit met Portal4You zullen gaan oplossen. Laten we allereerst naar de informatie kijken. De informatie zit vaak opgesloten in interne systemen zoals een SQL, Oracle of een andere database. Hoe krijgen we die informatie nu op een gestructureerde manier uit de database? Welke velden uit welke tabellen moeten we gebruiken? Dat is de allereerste drempel waar u tegenaan loopt. Vervolgens dient deze informatie ook nog eens per gebruiker, denk hierbij aan een klant of een medewerker, gegroepeerd en verzameld te worden. U moet er immers wel voor zorgen dat een klant alleen zijn eigen orders en facturen kan inzien en niet de gegevens en informatie van andere klanten. Een ander probleem dat bij het verzamelen van de informatie komt kijken, is dat dit op gezette tijden dient te gebeuren. Er dient dus een mechanisme te zijn dat dit allemaal voor ons op een goede manier regelt. Zijn er nieuwe orders uitgeleverd of zijn er nieuwe facturen voor de klant? Deze informatie moet dan automatisch geüpload worden naar de klantenportal. Er moeten geen handmatige handelingen nodig zijn om uw portal up-to-date te houden. En als laatste zullen de gebruikers van de portal ook actief geïnformeerd moeten worden over veranderingen in de portal. Denk bijvoorbeeld aan een antwoord op een uitstaande helpdesk call. Of een bericht aan een medewerker dat de nieuwe salarisslip gedownload kan worden. Dit maakt de portal actief. De gebruiker wordt automatisch geïnformeerd over belangrijke aanvullingen of veranderingen in de portal. Wanneer we de informatie verzameld hebben, dan moeten we deze informatie op het internet gaan publiceren. En dat is weer een hindernis waar we tegenaan lopen. Hoe krijgen we deze informatie op een eenvoudige manier gepubliceerd? En nog belangrijker, op een manier zoals wij dat graag willen. Tevens moet de portal ook aansluiten op onze huisstijl. De klant of de medewerker moet zich erin kunnen herkennen. Ook moet de gepubliceerde informatie natuurlijk alleen toegankelijk zijn voor de gebruiker waarvoor deze bestemd is. Dit betekent dat er een veilig inlog- en rechtenmechanisme in de portal aanwezig moet zijn. Het laatste punt dat we willen toelichten betreft de communicatie en de integratie. Hiermee bedoelen we dat de portal niet alleen als informatief platform gebruikt moet worden, maar ook als communicatief platform. Het moet mogelijk zijn om een gebruiker van de portal iets te vragen middels een invulformulier. Denk hierbij aan het invoeren van een helpdesk call of een RMA-formulier. Maar ook het invoeren van een declaratieformulier of het fiateren van een inkooporder in een medewerkersportal. Deze communicaties hebben in de meeste gevallen een actie tot gevolg in uw back-office systeem. Wanneer een gebruiker van de klantenportal een formulier invult waarin hij aangeeft dat hij een storing heeft aan een door u geleverd apparaat,
dan zal er in uw onderhoudssysteem een storingsmelding aangemaakt moeten worden. Wanneer een gebruiker aangeeft, middels een formulier in uw portal, dat u goederen kunt gaan leveren van een afrooporder, heeft dit een actie tot gevolg in uw ERP-systeem. En juist op dit punt lopen we tegen integratieproblemen aan. Hoe kunnen we de portal laten communiceren en integreren met uw interne back-office systeem? Al deze vraagstukken hebben centraal gestaan bij het ontwikkelen van Portal for You. En omdat Portal for You gebruik maakt van Orbis Task Center, is Portal for You in staat om volledig automatisch alle benodigde informatie te verzamelen uit de verschillende databases en deze informatie te groeperen per gebruiker of gebruikersgroep. Portal for You kan met behulp van Orbis Task Center volledig automatisch de gebruiker informeren over belangrijke wijzigingen of aanvullingen op de portal. Portal for You publiceert volledig automatisch en op een veilige manier informatie op het internet en doet dit in de vorm zoals u dat wil. U kunt dit zelf beheren via de meegeleverde management tool. Binnen Portal for You is het ook mogelijk om web-based formulieren te definiëren die u vervolgens kunt laten integreren met uw back-office systemen. Als afsluiting van deze video laten we u een aantal highlights zien van Portal for You.